Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mij focussen op een nieuwe make-up techniek. Dus vandaag een beetje een ander soort video. Ik doe niet echt heel vaak andere make-up technieken. Ik ben echt committed aan mijn eigen make-up technieken. Maar goed, we gaan vandaag iets nieuws proberen. Ik ga vandaag concealer aanbrengen en contouren onder mijn foundation. Dit is een make-up techniek die best wel veel mensen gebruiken. Vooral als je een beetje een meer natural look wilt. Ik herinner me heel vaak dat ik het een aantal jaar geleden ook heb geprobeerd. Ik heb geen idee meer hoe het was gegaan. Ik ken het niet goed, anders zou ik het nu nog doen. En ik dacht, ik ga me vandaag opmaken en ik ga gewoon die techniek gebruiken. En dit ga ik gewoon doen samen met jullie, want dan kunnen we met z'n allen kijken wat we ervan vinden. Als er mensen zijn hier die nou kijken en die deze techniek al gebruiken en het fijn vinden, let me know in de reacties. En geef me ook wat tips en tricks. Want ja, ik ga maar gewoon vandaag wat doen en hopen dat het er goed uit gaat zien. Het is nou 9 uur in de ochtend. Ik heb om 12 uur een afspraak. Ik heb om 7 uur vanavond een afspraak. Dus ik hoop dat mijn make-up er vandaag goed uit gaat zien. Ik ga ook gewoon vandaag een everyday lookje maken. Dus ja, ik hoop gewoon echt dat het vandaag goed gaat, jongens. Ik ben echt heel benieuwd. Ik vind het wel een beetje een raar concept om het aan te brengen onder de foundation. Want dan heb ik het gevoel dat het dan gewoon helemaal weg vervaagt ofzo. Of gewoon echt helemaal wordt bedekt. Maar ja, kennelijk is dat dus niet. Dus ik ben gewoon echt heel benieuwd. Dus laten we snel gaan beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, je haartjes naar achteren. Zoals je kunt zien, begin ik vandaag de video een klein beetje anders. Want ik heb mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Zoals jullie weten heb ik die altijd al gedaan voordat ik überhaupt de video begin. Maar ik dacht, laat me het vandaag een keer voor de verandering doen op beeld. Want heel veel mensen vragen vaak hoe ik ze doe. En ik dacht, ja, gewoon voor de extra vandaag ga ik het laten zien. Dit zijn de 3 producten die ik letterlijk elke dag gebruik voor mijn wenkbrauwen. Ik gebruik mijn NYX Brow Pencil in de kleur Black. Ik gebruik mijn NYX Wenkbrauw Gel. Deze is echt super fijn. Houdt je wenkjes echt de hele dag op hun plek. En deze Catrice Concealer. Deze heb ik in de kleur 010. En deze gebruik ik om het onder zo strak te maken. Dus dit zijn echt mijn Holy Grail producten voor mijn wenkbrauwen. Oké, mijn wenkbrauwen zijn helemaal gedaan. Het ging vandaag niet helemaal goed. Elke dag gaat het gewoon goed. En de ene keer dat ik het op beeld wil doen, was ik een beetje aan het struggelen. Maar ja, al met al is het wel oké. Deze wenkje is een beetje half gegaan. Maar ik heb het gevoel dat het jullie niet eens gaat opvallen. Dat zijn echt zo van die dingen die alleen maar mij opvallen. Oké, we gaan gewoon beginnen. Ik heb al dagcreme aangebracht. Ik ga primen met mijn Clarins SOS Primer. Deze geeft echt een super mooie gloed aan je gezicht. Zonder te heftig te zijn. Hij is zo wittig. Het is echt prachtig. En het zorgt er ook voor dat je make-up beter blijft zitten. Kijk wat voor glans dit helemaal zo geeft. Een beetje een wittige parelmoerachtige glans. I love it. En het ruikt best wel lekker. Okay, primer is altijd belangrijk, jongens, niet overslaan. Nou oké, dan ga ik gewoon contouren en concealer aanbrengen onder mijn foundation. Dus we gaan daar eerst mee beginnen. De concealer die ik gebruik is van Morphe in de kleur C2.15. En om te contouren gebruik ik mijn Huda Beauty Contour in de kleur medium. Dit is mijn heftigste contour. Dus ik dacht, ja, ik gebruik iets wat heel heftig is. Aangezien ik er nog helemaal make-up overheen ga aanbrengen. Dus ik wil nog wel dat je het gewoon kunt zien. Oké, even denken. Wat ga ik dan eerst doen? Ik denk dat ik eerst ga beginnen met contour. Want als ik me gewoon altijd normaal opmaak, dan breng ik eerst altijd mijn contour aan en dan pas mijn concealer. Dus ik denk dat ik dat dan nu ook gewoon aanhoud. Oké, let's do this. Dit is echt een hele donkere contour. De kleuren van deze contour kloppen echt voor geen reet. Alles is veel te donker. Dit is geen medium, jongens. Dit is gewoon dark. Maar goed, het werkt op zich gewoon wel. Ik breng niet te veel aan, want dit product, nogmaals, is echt heel heftig. En het kan best wel vlekkerig worden als je te veel aanbrengt. Even kijken, ik doe ook gewoon mijn neus. Ook al doe ik dat normaal niet, maar nou wel. Want vandaag is het een beetje een andere dag. En wat ik normaal ook niet doe, is rondom mijn mond. En dat ga ik nou wel doen, want dan lijken je lippen wat voller. Jongens, we gaan er gewoon vandaag helemaal voor. Oké, dit ziet er zo raar uit. En dan ga ik het uitblenden met deze foundation kwast van New Standard. Die gebruik ik altijd voor cream contour. Wat wel ideaal is hieraan, is dat ook al blend je het niet goed of gaat er iets mis of wat dan ook. Het gaat niet zo goed opvallen omdat er nog make-up overheen gaat. Als je dit dus doet erna, dan valt het echt op als je iets niet goed doet of te veel aanbrengt. Of het is vlekkerig of het is gewoon niet goed geblend of je hebt te veel aangebracht of whatever. Dus ik heb het gevoel dat dit wel ideaal is voor een beginner of zo, als je gewoon nog een beetje wilt oefenen en zo.
Ik trek de neuscontour ook helemaal zo door onder mijn wenkbrauwen. Want dan lijkt het wat echter. Ik gebruik gewoon een hele kleine beauty spons. En dan dab, dab, dab. En uitblenden. Ik moet zeggen, ik ben niet echt het beste met cream contour voor op mijn neus. Ik ben echt een pro in poedercontour op mijn neus. Maar zo cream contour vind ik altijd een beetje lastig. Oké, nou dit ziet er allemaal heel raar uit. Maar we gaan gewoon verder. Nou ga ik in met concealer. Deze concealer is echt heel fijn. Heeft een volledige dekking en droogt ook mat op. Ook ideaal vooral voor een vettige huid. Ik heb geen vettige huid, maar ik vind hem ook gewoon fijn. Dus ik raad hem echt aan. En hij is ook niet al te duur. Ik breng het gewoon aan als hoe ik het normaal doe. Ik breng ook vandaag best wel veel van alles aan. Want nogmaals, omdat het dus eronder zit, wil ik dat je het nog wel gewoon kunt zien. Ik heb hier een puist, dus hier gaat ook een beetje concealer. En een lijn op mijn neus. Waar had ik nog meer een puist? Ik had ook hier een puist. Ik weet niet wat het is, maar mijn huid is acting up. En dan alles uitblenden met mijn e.l.f. Cosmetics Beauty Blender. Even eerst dit, want anders ga ik het vergeten. Waarom begin ik nou altijd met contour en dan pas concealer in plaats andersom? De meeste mensen doen andersom, maar ik niet, omdat contour wordt altijd best wel een mes. Het gaat een beetje zo overal heen en het wordt best wel breed. Dus als ik dan de concealer pas erna doe, dan kan ik de contour een beetje opruimen. Kijk, nou ruim ik het een beetje op met de concealer. Dus dat is de reden dat ik altijd begin met contour en dan pas concealer. Wat ik wel af en toe doe, als ik echt voor een hele natural look ga, is dat ik dan gewoon foundation oversla. En dan gewoon gelijk ingaan met concealer en dan de rest van mijn make-up. Wat ik dan niet doe is nog contour. Maar wel gewoon alleen maar concealer. Je hoeft echt niet altijd per se een hele full glam look te maken. Oké, nou het ziet er nu al wel echt een stuk beter uit naar mijn mening. De neuscontour vind ik niet zo mooi. Maar dat ga ik wel gewoon straks fixen met de poedercontour. Oké, jongens, dit is het dan. Ik ga nog wel even terug in met mijn contourkwast. En dan ga ik weer een beetje over de contour. Want door de concealer is het iets te veel weggegaan. Maar je kunt de contour dan weer zo makkelijk terugbrengen. Zonder dat je meer product gebruikt. Gewoon met wat er nog een beetje zo op de kwast zit. In principe heb je nou eigenlijk gewoon een full dekkend gezicht. Maar oké. Oké, dan is het tijd voor foundation. Wat ik wel altijd zie bij deze make-up techniek is dat ze niet ingaan met een volledig dekkend iets. Ze gaan in met een lichte dekkende foundation. En brengen het gewoon heel lichtjes aan. En dan ziet het er altijd wel mooi uit. Dus ik ga in met mijn Morphe Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer. Deze heeft echt een hele, hele lichte dekking. Ik heb hem in de kleur 10 Glow 7. En ik breng hem aan met deze Maria Malky Foundation Kwast. Oké, let's do this. Ik ben zo benieuwd hoe dit zal gaan. Ik vind het echt zo raar nou om te doen. Ik heb het gevoel dat ik nou veel te veel make-up aanbreng of zo. Oké, ik doe echt maar een klein beetje. Volgens mij, als ik me goed herinner, die andere keer dat ik dit heb geprobeerd, toen bracht ik veel te veel foundation aan en toen was het echt een mes. Dus je moet echt maar een heel klein beetje aanbrengen. Oh, dit ziet er wel goed uit. Je kunt de concealer gewoon nog zien, de contour. Heel belangrijk dus, iets gebruiken met echt een hele lichte dekking. Ik ga ook niet helemaal over de concealer heen. Nou, dit gaat op zich wel goed. Je ziet alles gewoon nog echt goed zitten en zo. Het geeft echt een heel mooi naturel effect. Helemaal niet dikkig of wat dan ook. Wow, ik vind dit mooier dan verwacht. Ik had echt verwacht, ik ga dit echt helemaal niks vinden of zo. Of je gaat de hele contour niet meer zien. Het is ook allemaal heel mooi glowy, maar dat komt ook door de primer. Jongens, ik vind het echt mooi. Kijk even dit. I like it. Heel mooi. Wat ik de afgelopen tijd ook doe, is dat ik mijn concealerpak die ik ook heb gebruikt voor mijn wenkbrauwen. Dit is echt een hele lichte kleur. En die concealer breng ik nog een beetje extra hier aan. Want hier is het altijd heel donker. Dus dan breng ik gewoon hier nog een extra lichte concealer aan. Om dat een beetje weg te halen. I like it. Dit was echt een succes, jongens. Ik ga me eventjes verder opmaken. En dan gaan we zien hoe het er aan het einde van de make-up look uitziet. Jongens, ik zie er echt top uit.
Het is zo mooi. Mijn gezichtsmake-up is echt heel mooi. Ik vind heel deze make-up look mooi. Wat heb ik op mijn lippen? Matte Liquid Lipstick van Huda Beauty. Hun nieuwe lipsticks in de kleur Bombshell. Dit is echt mijn fave kleur. Super mooie nude. Op beeld lijkt hij meer rozig, maar hij is een beetje bruin slash rozig. Ik zal ook eventjes beelden laten zien die ik heb gemaakt met mijn telefoon. Dan zie je mijn huid iets beter. Kijk even hoe mooi dit allemaal is. Ja, dit is echt amazing. Dit is echt gewoon contouren en een mooi glam gezichtje hebben. Zonder dat het too much is. Af en toe kan het een beetje te veel worden als je allemaal contourt en concealer aanbrengt. En het allemaal zo heftig maakt. Vooral als je de Huda Beauty Tentour gebruikt. Die kan echt heel heftig zijn. Maar nu ik het eronder heb aangebracht, is het veel meer natuurlijk. En dat vind ik echt heel erg mooi. Het is ook helemaal niet dikkig op mijn gezicht of whatever. Dit is echt een succes vandaag. En ik had het echt absoluut niet verwacht. I love it jongens. 10 punten. Ik ben zo blij dat het goed is gegaan. Want zoals ik al zei in de intro, heb ik vandaag 2 afspraken. Dus godzijdank zie ik er gewoon top uit. Ik raad deze make-up techniek zeker 2 aan. Ik zou het zeker eens proberen. En ik ga het ook echt nog doen. Let me know wat jij ervan vond. Is dit iets wat jij ook zou doen of misschien al doet? Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten of er andere make-up technieken, make-up hacks zijn. Waarvan je ook graag zou willen dat ik ze probeer. Ik ben heel benieuwd. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe, verbeterde manier technieken. I love it. Ik ben echt heel blij dat het vandaag goed is gegaan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!